Een Rapunzel. Zo vreselijk lang hadden de man en de vrouw naar een kindje verlangd en zo vreselijk gelukkig voelden zij zich nu het erop begon te lijken dat de goede God hun liefste wens in vervulling zou laten gaan. Zij woonden in een klein huisje dat aan de voorzijde uitkeek op een prachtige tuin, waarin lente en zomer een zee van bloemen de heerlijkste geuren verspreidde. Het nare was evenwel dat niemand een voet in die tuin durfde te zetten. Het was trouwens heel moeilijk om er binnen te komen, want de tuin was omgeven door een 4 meter hoge muur en bovendien woonde er een tovenares voor wie iedereen doodsbang was. Toen gebeurde er iets. Dit. De vrouw stond voor het venster dat uitkeek over de tuin van de tovenares Schotel en zag een bed met Rapunzels, die er zo mooi en fris en zo groen uitzagen, dat zij opeens watertanden van trek in Rapunzels. En haar verlangen werd iedere dag groter, iedere dag waarvan zij soms uren achtereen smachtend naar de lokkende groente stond te kijken. Na enige tijd begon zij er slecht uit te zien. Zij werd bleek en steeds magerder. Wat is er toch met je aan de hand, lieve? Vroeg haar man bezorgd. Het komt door die Rapunzels daar beneden. Als ik die niet kan krijgen, ga ik nog dood van verlangen. Omdat de man zoveel van haar hield en omdat hij het al te mal vond dat zij zou sterven van verlangen naar de Rapunzels, waarvoor hij alleen maar uit het raam hoefde te klimmen om ze te plukken, wachtte hij tot de schemering, liet zich toen in de tuin zakken en graaide een paar handen vol Rapunzels bijeen. In een oogwenk was zij weer terug en die avond was er geen gelukkiger vrouw dan de zijne, zo genoot zij van de Rapunzels. Ja, zo zeer smulde zij dat ze de volgende dag nog veel meer trek had dan in de dagen ervoor. En de man was zo goed niet, of opnieuw moest hij in de tuin van de tovenares afdalen om de begeerde groente te halen. Maar dit keer betrapte de tovenares hem. Hoe durf je, zei de vrouw woedend, hoe durf je in mijn tuin te komen om mijn Rapunzels te stelen? Ach, goede vrouw Gothel, zei de man, ik kon niet anders en ik verzoek u mij te vergeven. Mijn vrouw kijkt de hele dag uit over uw prachtige tuin en de aanblik van de Rapunzels heeft haar dol van verlangen gemaakt. Ze zou zeker gestorven zijn als ik niet. Nou goed, onderbrak de toverkol hem. Van nu af aan mag je net zoveel Rapunzels plukken als je maar wilt, maar als het kind geboren wordt dat je vrouw onder het hart draagt, dan wil ik dat je het aan mij afstaat. Ik zal er heel goed voor zorgen, beter dan jullie het ooit zullen kunnen. De man in het nauw gedreven stemde toe. Maar het gevolg was dat het kind, nauwelijks geboren, door de vrouw Gothel werd opgeëist en meegenomen. Zij noemde het kind, een meisje, een Rapunzel. En toen hij 12 jaar was, was zij het mooiste meisje dat ooit geleefd had. Zo mooi dat de tovenares haar opsloot in een hoge toren die midden in een bos stond en die alleen toegankelijk was door een venstertje, vele meters boven de grond. Er was geen trap en er was geen deur. Als de tovenares een meisje wilde bezoeken, dan ging zij aan de voet van de toren staan en riep, Rapunzel, Rapunzel, laat je vlechten zakken. Want een meisje had ontzettend mooi zacht, maar vooral ook ongelooflijk lang haar, dat zij in 2 hele lange vlechten droeg. Als zij de tovenares hoorde roepen, liet zij haar vlechten zakken, die gemakkelijk tot de grond reikten, en dan klom de tovenares vlug en lenig naar boven. Nu gebeurde het eens dat de zoon van de koning door het bos en langs de toren reed. Hij hield zijn paard in, en toen hij een lieve, zachte stem een heel mooi lied hoorde zingen, hij bleef luisteren tot het gezang ophield. Hij vroeg zich af wie de zangeres kon zijn, want van Rapunzel, die vaak zong om de tijd te verdrijven, had hij nog nooit gehoord. Zo geboeid was hij door die prachtige stem, dat hij de andere dag reeds terug was in het bos en daarna vele dagen die volgden. En een van die keren gebeurde het dat de tovenares Rapunzel wilde bezoeken. De prins hoorde haar roepen. Rapunzel, Rapunzel, laat je vlechten zakken. Hij zag wat er daarna gebeurde en meteen stond zijn besluit vast. Morgen klim ik langs die ladder omhoog, mompelde hij, terwijl hij zijn paard besteeg en langzaam naar het paleis terugkeerde.
En werkelijk begaf hij zich de volgende dag naar de toren en riep: Rapunzel, Rapunzel, laat je vlechten zakken. En bevond zich enkele minuten later boven in de toren. Wat schrok het meisje toen zij in plaats van de tovenares Schotel een vreemde man zag verschijnen. Maar zij begreep al gauw dat zij helemaal niet bang hoefde te zijn. De prins vertelde haar dat haar zang hem hierheen gelokt had en dat hij, eenmaal wetend wat hij moest doen om binnen te komen, niet aan de verleiding had kunnen weerstaan de zangeres met eigen ogen te aanschouwen. En dat de onbekende zangeres mooier en liever bleek dan hij had kunnen verwachten, bleek wel toen hij haar vroeg of zij met hem wilde trouwen. Rapunzel vond de prins vriendelijk en groot en sterk en ze hield meteen ook veel van hem, veel meer dan van Gothel, wie zij toebehoorde. Dus zei ze ja en dat het goed was, alleen zij wist nog niet hoe zij uit deze toren zou moeten komen. Maar als de prins iedere keer als hij haar bezocht enkele strenge zijden mee wilde brengen, dan kon zij daarvan een ladder vlechten. Als die klaar is, klim ik naar beneden en dan kunnen we op je paard wegrijden. Zij spraken af dat hij iedere avond nadat de tovenares vertrokken was, zou komen. Op deze wijze zou de ladder vlug, heel vlug, klaar zijn. Maar toen maakte Rapunzel een fout. Zij versprak zich tegen de tovenares, vroeg hoe het toch mogelijk was dat zij zoveel zwaarder was als zij naar boven klom dan de prins. Ze had zichzelf al kunnen slaan toen zij was uitgesproken en haar fout begreep. Maar toen was het te laat. Doortrapt slecht kind, riep de tovenares. Dus je hebt me bedrogen, mij die altijd zo goed voor je gezorgd heeft en die je zo goed heeft opgesloten. Maar ik zal je zo straffen dat je het nooit meer vergeet. Ze greep een meisje bij de haren en knipte ritsrats de prachtige vlechten af. Toen verbande zij een Rapunzel naar een hutje in de wildernis, waar zij de rest van haar leven zou moeten slijten, ver van de wereld, ver van haar prins. Zodra het meisje weg was, bond zij de vlechten aan de tralies van het venster en wachtte op de dingen die komen zouden. Alleen de prins kwam en riep zoals gewoonlijk: Rapunzel, Rapunzel, laat je vlechten zakken. De toverkol liet de vlechten vallen en de prins klom rap naar boven. Maar daar vond hij niet zijn lieve bruid, maar vrouw Gothel die hem aanzag met blikken welke hem wilden doden. Zo, zei ze. Je wilde je geliefde bezoeken, nietwaar? Maar die is er niet meer en je zult haar nooit meer weerzien ook. Zij zal haar gerechte straf niet ontlopen. Die bedroefd draaide de prins zich om, wankelde en viel uit het raam. De doornstruiken die zijn val braken verwonden hem over zijn hele lichaam en staken het licht uit zijn ogen. Sedertdien dwaalde hij hulpbehoevend door het woud, waar hij zich voedde met wortels en wilde vruchten. Hij wilde niets weten van terugkeer naar het paleis, maar wilde blijven op de plek waar hij zijn liefste verloren had. Jaren gingen zo voorbij. Toen, bij toeval, verdwaalde de prins naar de wildernis waar Rapunzel een armzalig bestaan leidde. Zij was moeder van een tweeling, een jongen en een meisje. En het waren deze kinderen die zij riep toen de prins de stem van zijn geliefde herkende. Hij ging tastend op het geluid af en toen Rapunzel hem zag naderen, rende zij op hem toe en vielen zij in elkanders armen. Zij schreide van vreugde, het waren grote dikke tranen waarvan er twee op de gesloten oogleden van de prins terechtkwamen. En toen, als door een wonder, openden zijn ogen en hij kon weer zien als vanouds. Nu was het afgelopen met haar armoe, zijn zwerftocht was ten einde. Hij bracht haar naar zijn rijk, waar hij met gejuich werd ontvangen als de toekomstige koning en waar hij met Rapunzel en hun kinderen nog vele, vele jaren gelukkig was. Dat was hem.